Een hele goede morgen aan de Bentheimerstraat in dit dorp, de Lutte. Vervolgen we de 12e etappe van het Noorderpad richting Losser. Bij de Hellehond Cardoes staat de Sint-Plechelmuskerk, vernoemd naar een missionaris die hier in de 8e eeuw in dit gebied zijn werk deed. En naast de kerk de Loerdersgrot, een Calvarieberg en de Sint-Jozefskapel. Elfterheurne in dit natuurgebied. Wat een prachtig begin van deze wandeldag. Het zonnetje erbij helpt ook, want het is best fris, 8 graden. Een belangrijke spoorbaan, want dit is de spoorbaan naar Bad Bentheim. Daar startte ook het Marskramerpad. En verderop in deze etappe ga ik een heel klein stukje over het Marskramerpad lopen. Over de A1 snelweg. Niet een heel fatsoenlijke naam, het Rotboerpad. Ik kan er niks aan doen. We kruisen hier de postweg. Bedoeld voor de postkoetsen in der tijd en alleen voor postkoetsen en niet voor ander vervoer. En in 6 dagen werd van Amsterdam naar Hamburg de post vervoerd of omgekeerd. En hier was een plek waar de post werd opgehangen aan een paal voor mensen die in Oldenzaal post wilden krijgen. Want de post werd niet in Oldenzaal gebracht vanuit de hoofdleiding. Want dan moesten stedelijke belastingen betaald worden. Dat ging natuurlijk niet doen. Dus dan moest de post hier opgehangen worden en de kranten en de courantenpaal. En dan was het maar de vraag of iemand uit Oldenzaal de couriersdienst deed, de estafette deed, om het laatste stukje voor elkaar te krijgen. Wel heel geregeld vroeger, hè? Boerskotten. Het gaat gebeuren, ik kan me nog herinneren. Met Marskramerpad kwam ik hier uit en liep ik nietsvermoedend rechtdoor. Een heel stuk en dan moest ik terug, want ik moest dit paadje hebben. Uiteindelijk heb ik het gevonden. Maar we lopen hier dus op de voetsporen van mij toen ik het Marskramerpad liep. Een flink aantal jaar geleden ondertussen alweer. Het Marskramerpad gaat hier rechtdoor. En het Noorderpad naar de Oldenzaalse straat. Was toch leuk om even het Marskramerpad een stukje gelopen te hebben. Voelt speciaal. En in dit stuk van de etappe krijgen we 2 natuurgebieden. Eén is de Snippert, dat is hier. En de andere is het Haagse Bos, een stukje verder waarschijnlijk. De Snippert zijn we uit. En we zouden hier het Haagse Bos in kunnen gaan. Maar dat is niet de bedoeling. We moeten deze kant op naar het zuiden. Haagse Bosweg, dat dan weer wel. Op de rand van de gemeente Lusser, de Lusserse straatweg, Enschedese straatweg, eindigt deze 12e etappe. En we gaan lopen de 13e etappe van het Noorderpad. Richting Enschede Zuid. Lindamaten. Eerst maar eens even ontbijten. Het ziet er toch
heel vredig uit. Vlak voordat we de Elsbeek bij de Kremersveenbrug overgaan, gaan we hier de Wenzelweg in. De Elsbeek mogen we dan eindelijk over. Maar dat is niet de belangrijkste beek vandaag. De belangrijkste beek gaan we meerdere keren zien, gaan we meerdere keren over. En vormt voor een deel de grens met Duitsland. Dat zegt genoeg. Als we rechtdoor zouden lopen, zouden we in Glanen uitkomen. Maar we gaan de Hogeveldweg richting de Duitse grens. Een grenssteen tussen Duitsland en Nederland. Dit is nummer 76A. We lopen hier precies op de grens. En als we de bocht omgaan, lopen we Duitsland in. Hier dus. Welkom in Duitsland, waar de zon schijnt. Een kleine omleiding, volgens de GPS hadden we net even naar rechts gemoeten. En dan komen we verderop in de spoorbaan weer hier op de route, maar we moesten nu rechtdoor. De spoorverbinding tussen Enschede, Glanerbrug aan de ene kant en Münster in Duitsland aan de andere kant. Daar zijn we ook alweer voorbij. Nederland en Glanerbrug gaan we nog niet in. We blijven nog even in Duitsland. De Glanerbeek. En we gaan naar links. En daar komt de Floorbeek er ook bij. En even verderop weer de Glanerbeek over. De Glanerbeek, alleen we gaan er net niet overheen. Broekheenseweg. En hopelijk mogen we hier naarheen, de Glanerbrug uit. N35, provinciale weg over. Glanerbeekweg en we gaan de Holterhofweg op. Dat betekent dat we het Amsveen inlopen, landschap Overijssel. In de Glanerbeek is hier een doorwaadbare plaats, maar ik slaap toch maar een keertje over. Even kijken, rechtdoor. Fietsers niet toegestaan. En hier begint dan het Hoogveen, Amsveen. Een van de 12 Klundellen die hier in de buurt gelegen heeft. Er stond een paal in het midden en liepen er paarden omheen met plankjes aan hun poten. En dan werd de turf op de grond gelegd en het water werd dan eruit geperst doordat die paarden eroverheen liepen. En dan had je droge turf mollem over en die kon je dan gebruiken. In plakjes snijden en opstoken. We zijn weer op de grens met Duitsland. En dat zien we onder andere aan de Duitse borden. Maar ook aan de grenssteen.
845G. Moeten we oranje paaltjes hier volgen, dan is het veilig. En hier zie je toch het echte Norbers. In het Nederlands kwetsbaar gebied niet betreden en in het Duitse natuurschutzgebied allemaal in één gebied. We draaien hier wel van de Duitse grens af in westelijke richting, nog 3,5 kilometer paalwest naar Enschede-Zuid. Maar eerst uiteraard nog wel een stuk van dit Amstveen. Genieten. Het Amstveen uit. En de laatste keer over de Glanerbeek. Dit pad is het Lappenpad. Hier stond ooit een boerderij. Er werd veel gesmokkeld hier bij de grens. De boerderij heette de Rotalappen. Als er gevaar was, werd er een signaal uitgegeven door een rode lap op te hangen. Dan wisten de smokkelaars of de douane opletten. Gedaan met de bossen en weilanden. De hele Horsterveldweg afgelopen. Het heet hier Horsterhof. En we zijn bij de knalhutten. En daarmee het einde van deze 13e etappe. Eerlijk gezegd lang niet zo leuk als de 12e en die van daarvoor. Maar hij hoort erbij om in Kleef te komen. Het is niet anders. Tot de volgende keer.